Hola, ik ben Jeroen en vandaag neem ik jullie mee op verkenning in het authentieke vissersdorp Villajoyosa aan de Costa Blanca. Villajoyosa is gelegen ten noorden van Alicante en ten zuiden van Benidorm en heeft een zandstrand van maar liefst 3,5 kilometer. Villajoyosa, letterlijk vertaald als het blije of het gelukkige dorp, staat vooral gekend voor zijn gekleurde vissershuisjes. Met een prachtige casco antiguo. Villajoyosa heeft een prachtig dorpsplein. Ideaal om te genieten van een cerveza met wat lekkere tapas. In het centrum heb je een tramhalte met een directe verbinding van Alicante tot Tenia. Villajoyosa heeft ook een Mercado Central of overdekte voedingsmarkt waar je verse vis, vlees en groente kunt kopen. Iedere donderdag is er een markt in Villajoyosa. Het ideale moment om rond te kuieren en je te mengen tussen de lokale bevolking. Villajoyosa is uiteraard nog altijd een vissersdorp. Om 5 uur 's avonds komen de vissersbootjes binnen en kun je genieten van hun heerlijke visvangst in de vele lokale lekkere restaurantjes. In het centrum van Villajoyosa kan je urenlang rondwandelen, maar net ten noorden van het dorp heb je een prachtige wandeling richting Cala de Finistrat. Zeker de moeite waard. Ben je net zoals mij verliefd geworden op dit authentieke dorp? Binnenkort lanceren we hier in het centrum van Villajoyosa een boutiqueproject met 34 appartementen. Wil je graag meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren.